Dit is de Tour Ralf de Jong. Die is de snelste monteur van Nederland. Ja. Hij monteert ook voor het snelste team van Nederland. Coronel Racing. We zijn trots op hem. Als we dat even uitdrukken in tijd. In tijd ook. Nou, wat voor tijd wil je hebben? Achteraf zie je wisselen. Ja. Als ik me echt boos maak nu. Even een ander vraagje. Hoeveel schade hebben jullie op een dag hier? Gemiddeld. Het schommelt van alles wat. Fusé-pennetje wat breekt. Lekke bandjes. Hoeveel karsen? Kromme achteras is. Hoeveel karsen hebben jullie? We hebben hier in totaal in het pand hebben we 50 karts. 53, maar er staan die van dat zijn mijn racing team ook tussen. Oké. Okay. Ja. Dus jullie hebben een aantal snellere karts ook? We hebben nu een hele snelle rij. Hè. Dus, van dezelfde leverancier waar we mee rijden. Alleen ze zijn nu bezig met wisseling van de karts. Dus zodoende. Wat gaat het dan over ronde tijd? 32,5. Ja, voor de geoefende rijder. Hè. Okay. Voor passanten, als die 34,5 klokken, dan zitten ze al aardig bij de normale kliek. Zijn er ook hele snelle dames? Ja, vanavond reed er eentje rond, hoor ik. Oh, weet ik niet. Van een collega. Dus. Ik hou me niet zo bezig met de baan. Soms als het te erg is en te druk, dan wil ik wel bijspringen. Jullie zijn 7 dagen per week open? Ja. Maandags van 6 tot 11. Nee, 6 tot 10. Dinsdag 6 tot 10. Woensdag 4 tot 11. Donderdag 4 tot 11. Vrijdag 4 tot 11. Zaterdag van 1 tot 12. En zondags van 1 tot 10. En hoeveel gemiddeld aantal bezoekers per dag? Bezoekers? Of rijders? Ja, ik heb niet echt kijk op. De jongens bij de computer die zouden dat wel voor je uit kunnen vertellen. Maar gemiddeld moet je toch wel rekening houden met een rijder of 200. In de vooral deze tijd, de herfstvakantie, actie, 33 euro voor 3 iets. Dus dat spreekt ook aan. En dus. Hey, die kast, waar rijden ze op? Benzine. Benzine? Ja. We hebben vroeger wel op gas gereden, dat is wel voor mijn tijd. Maar ja, ik ben als monteur zijnde zeg ik, op gas moet je koken en op benzine moet je motoren laten lopen. En als je hem vol gooit, hoeveel rondjes kan je erin rijden? Ja, rondjes kan ik niet zeggen, maar een dagdeel. Het is dus 200 cc, 6,5 pk onlas. Ik kan ze opvoeren? Ja, tot de max en dan zeggen ze boem. Het is 4 takt en het zijn eigenlijk gewoon grasmaaien. Ja. Je kan hem met je grasmaaien wel opvoeren, maar dan is je gaat zo niet eerder verklaren hoor. Kijk, nou, sluit rustig verder. Ik maak af en toe nog een shot. Heel goed, joh. Hij weet er wel veel van, hè? Hij weet er heel veel van. Hoe lang sleutel je hier al? 8 jaar. Oké. Maar mijn volle tevredenheid. En ik denk ook wel namens mijn werkgevers tevredenheid, anders had ik hier niet meer geweest. En Tim en Tom, of Tom, of is het Tom? Vaak zijn die aanwezig. Het is Tim en Tom, want Tim was de eerste en Tom was de tweede. Zoals ze ook genoemd worden, Tim Alfa, Tom Romeo. Okay. Hoe vaak zijn die hier aanwezig? Ja, Tim is van de twee wel het vaakst aanwezig. Alleen Tom heeft plasma discounter en zijn eigen tokootje in Naarden. Dus daar is hij ook heel druk mee en eigenlijk nooit hier. Alleen als je een groepje wil hebben of zo, dan zegt ze kom niet terugkomen. En dan staat er ook weer wat tegenover natuurlijk. Want het kost hem tijd om zijn bedrijfje los te laten om zichzelf weer te komen. Kan de meester nog een rondje rijden? Ja, dat doen ze. Ja, 33 is rijden ze nog wel. Maar ze gaan niet echt meer voor de late tijden. Vroeger wel, maar. Je hebt een eigen speciale kaart waarschijnlijk die net iets harder gaat. Nee hoor, ze stappen gewoon in en dan zien ze het wel als ze stromen. Oké. Okay. Maar er wordt wel met fanatiek gestreden hier. Ja. Ja, zeker. Soms iets te. En dat hangt dan een beetje af van wat voor personen in pand hebben natuurlijk. Geen vechtpartij op de baan? Of? Nee, dat valt van mij. Het wil wel eens gebeuren dat iemand zo boos is. Ik heb in de 8 jaar tijd heb ik één keer een vechtpartij gezien.
En daarvoor scheen het wel wat vaker gebeurd. Honden bijna nooit, denk ik. Heel ook wel eens voorkomen dat iemand last heeft van zijn benen. En in het ergste geval dat ze toch wel wat in de nek voelen en dan ja, nemen we geen risico. Het enige wat ik van de meeste hoor, dat ze bijvoorbeeld wat spierpijn hebben. Ja, maar ja, dat komt dus omdat ze die spieren nooit gebruiken. Spannen rijden ook. Dat is het. Want het is natuurlijk ontspanning door inspanning. En dat merk je de volgende dag ook nog. Als je nooit fietst en je gaat fietsen, ja, ja. Dan de volgende dag voel je het nog. Het is precies hetzelfde. Ja.